het Surf Cumulus CMP, zoals wij dat afkorten, is bedoeld voor organisaties die één of meerdere clouds gebruiken, eventueel in combinatie met hun eigen datacenter faciliteiten. En dat willen samenbrengen in één uniform overzicht, in één uniform platform, wat gebruikt wordt voor het beheer, orchestratie en overzicht over al die verschillende cloud resources. Dus een CMP, ja, als je het heel simpel zou zeggen, biedt centrale en uniforme toegang tot deze diensten. Cloud Management Platform, zoals wij dat aanbieden aan instellingen, is bedoeld om self-service IT mogelijk te maken binnen de eigen organisatie. Het platform bestaat uit een catalogus. En in die catalogus kunnen docenten, IT'ers, misschien zelfs studenten, een keuze maken uit het voor hen beschikbaar gemaakte aanbod. Nou, het platform wordt gebruikt voor resource management. Biedt de mogelijkheid om te zien wat iets kost. Biedt inzicht in de kosten van cloud resources en kan ook gebruikt worden om kosten in het eigen datacenter inzichtelijk te maken. Het helpt organisaties om governance en security op orde te brengen. Er kunnen policies worden afgedwongen en door middel van beleidsregels kan worden bepaald wat er wel en niet mag en op welke locatie dat bijvoorbeeld wel niet mag. Een voorbeeld van typisch een cloud policy zou kunnen zijn dat bepaalde zaken, bepaalde servers misschien wel in Europa, maar niet in Amerika gemaakt mogen worden. Dus hebben bijvoorbeeld een geografische policy. Het biedt integratiemogelijkheden met bestaande oplossingen van een organisatie zoals ticketsystemen, een CMDB, IPAM-achtige oplossingen of security tooling. Nou, wat in deze sessie gaan laten zien is een proof of concept. Zoals ze dat gedaan hebben, naar aanleiding van de specifieke use case zoals die bij de UvA aanwezig was. Eigenlijk begin vorig jaar hebben we gesprekken gevoerd met Annette Peet, ook met Sharon Klinkenberg. En echt daarin zagen we een directe aanleiding om te kijken wat er met het Cloud Management Platform en de technologie die daarin aanwezig is, mogelijk is om in technisch opzicht een platform te creëren waarop digitale toetsen afgenomen kunnen worden. Dus die aanleiding die komt eigenlijk voort uit naar mensen die ook betrokken zijn bij de Special Interest Group Digitaal Toetsen. Nou, wat we zien is met de verschillende instellingen waarmee we gesproken hebben, is dat er een vergelijkbare behoefte is. Eigenlijk het ideaal scenario, zoals dat net ook al eventjes is aangehaald en waar ik later nog wat verder op doorga. Dat is iets wat veel instellingen omarmen, maar soms drempels zien omdat allemaal eigenhandig op te zetten en te realiseren. Dus ik denk dat daar overkoepelend en ook instellingen onderling elkaar kunnen vinden en kunnen samenwerken om iets te maken. Nou, verder zagen wij een hele duidelijke match met het aanbod van Surf Cumulus. De technologie die aanwezig is op cloud platformen zoals Microsoft Azure, maar wellicht ook AWS, Google, Francis misschien, veel technologie aanwezig om een digitale toetswerkplek te creëren. Ook binnen Surf Cumulus bestaat de mogelijkheid om instellingen te helpen met de inrichting daarvan. Dus bijvoorbeeld, we noemen dat in vaktermen een landing zone, de basisinrichting van Azure of van AWS of van Google. Ook dat is iets wat binnen het Surf Cumulus aanbod mogelijk is. En als laatste het Cloud Management Platform, wat gekoppeld is aan Surf Connect en waar instellingen op een makkelijke manier gebruik van kunnen maken. Nou, wat hebben we eigenlijk als doel gedefinieerd? We hebben gezegd, nou, we willen onderzoeken
op welke manier, op welke wijze de benodigde cloud-infrastructuur voor digitaal toetsen besteld kan worden met behulp van het Surf Cumulus Cloud Management Platform. En daar zitten dus al een aantal aannames in, namelijk we willen het doen op basis van cloud-infrastructuur. We willen daarbij het Cloud Management Platform gebruiken. En we willen dat doen op basis van de use case, zoals die het toen in samenwerking met de UvA, of eigenlijk moet ik zeggen UvA-HVA, is gedefinieerd. Nou, die ziet er in het kort zo uit. Ik heb hem in alfabetische volgorde de stappen weergegeven. En dat begint bij de student. Dat is bewust het perspectief zoals we dat gekozen hebben. De student logt in op een client. Bewust gekozen voor client, omdat dat kan een standaard werkplek zijn van de instelling. Kan wellicht ook een eigen laptop zijn. Op basis van bring your own device. Vanaf die client wordt er verbinding gemaakt met een virtuele werkplek. Een virtual machine of een virtual desktop. De student logt in op die werkplek met zijn of haar instellingenaccount. Vervolgens start automatische toetsenapplicatie. De UvA-HVA wordt TestVision daarvoor gebruikt. Daarop kan de student zelf inloggen met SurfConnect. De student start vervolgens de toets die daar klaar staat. Doorloopt de stappen van die toets. Gebruikt eventueel applicaties of bronnen die aanwezig zijn op die virtuele, op die virtual desktop, op die virtuele machine. De student stuurt zijn of haar antwoorden in en beëindigt de toets en logt weer uit. Dat is eigenlijk heel simpel gezegd de flow en de use case zoals we die hebben gedefinieerd. Nou, als je dan kijkt, als je dat eigenlijk afbelt of uittekent en kijkt welke onderdelen en componenten daarin aanwezig zijn, dan is dat eigenlijk iets, het is heel divers en het is ook eigenlijk relatief complex. Dus wat we hebben gedaan is gezegd, we willen in de proof of concept een aantal dingen bewijzen, een aantal dingen laten zien. En daarom kiezen we een bepaalde focus. En die focus die ligt bewust op de onderdelen die eigenlijk buiten de grenzen, zich buiten de grenzen van een, buiten de muren van een instelling afspelen. Dus we hebben gezegd, we willen heel specifiek kijken naar het cloud gedeelte. Waarvoor we nu specifiek kijken naar Azure. En we willen kijken naar het cloud management platform, omdat veel van de andere zaken die hier staan, zoals netwerkinfrastructuur, digitale assessment omgeving, bijvoorbeeld TestVision, dat zijn dingen die zijn al aanwezig, ingericht, aan elkaar gekoppeld, soms in meer of mindere mate onderdeel van een geautomatiseerd proces. En dat is iets waar we wellicht in de toekomst wel mee kunnen koppelen, maar niet iets wat we zien als onderdeel van deze proof of concept of van iets wat we beogen anders of beter te doen. Daarom deze focus op wat we hier zien als 3B en 4D. Nou, als uitgangspunt hebben we het algemeen inrichtingsmodel voor flexibel authentiek digitaal toetsen gehanteerd. Volgens mij is al eerder aangehaald en dat staat ook op communities.surf.nl. Dat is in 2019 gepubliceerd. En het mooie van dat model is dat het precies die gelaagdheid heeft om heel flexibel zo'n omgeving op te bouwen. Moet ik wel zeggen dat in het geval van cloud technologie en in dit geval Azure, dat die gelaagdheid zoals die in het plaatje staat, in de proof of concept zoals ik die laat zien, anders is. Omdat eigenlijk hier zie je dat het begint bij de machine. Op die machine draait een browser. Die browser maakt verbinding met een virtuele desktop of een virtuele machine. In de proof of concept, en dat is ook als je naar cloud technologie kijkt, zal je zien dat die VM is in die zin niet generiek, maar is cloud specifiek. Dus we hebben altijd te maken met een Azure VM, een AWS VM of een Google VM. Dus dat is eigenlijk anders dan het uitgangspunt. Verder hebben we wel de gelaagdheid
en de bouwstenen zoals die hierin staat aangehouden. En als management systeemlaag, dat is die blauwe, de blauwe blok hier onderaan, gebruiken we het SurfCumulus Cloud Management Platform. Nou, wat we hier zien, belangrijk is dat de browser moet een moderne browser zijn, dus die moet HTML5 ondersteunen. En verder is het eigenlijk de proof concept op basis van Azure en Azure Virtual Desktop, zoals we die straks gaan laten zien, is eigenlijk een heel flexibele oplossing en stelt geen hele specifieke eisen aan het device, niet aan de locatie. Je hebt internet, een internetconnectie nodig en ook niet aan het operating systeem. Dus ja, dat kan Windows zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook Chrome OS zijn, waardoor het ook geschikt is om te gebruiken in combinatie met Chromebooks. Nou, in de proof concept maken we gebruik van Azure, om heel specifiek te zijn van Azure Virtual Desktop technologie. Het image is een marketplace image, dus ook generiek altijd voor iedereen beschikbaar. Hoef je niet zelf te onderhouden of te creëren. En we gebruiken Windows 10 multisessie. En het voordeel daarvan is eigenlijk dat die licentie daarvan valt binnen de Microsoft 365. Of een andere enterprise licentie, zoals veel instellingen die al hebben. Dus door het gebruik van Windows 10 zit daar ook nog een licentievoordeel. Nou, en applicatie, het zijn eigenlijk naar keuze en niet beperkt tot de lijst die hier staat. Nou, wat is Windows Virtual Desktop? De meesten zullen dat weten en kennen, maar ik wil het toch nog heel eventjes kort samenvatten. Windows Virtual Desktop is een clouddienst van Microsoft, is gebaseerd op het Azure-platform. En wat Windows Virtual Desktop heel goed kan, de naam zegt het al, is virtualisatie van desktops, maar ook virtualisatie van remote applicaties. Dus het is ook mogelijk om ervoor te kiezen om geen desktop aan te bieden, maar alleen specifieke geselecteerde applicaties. En dat kan voordelen hebben, omdat op die manier een student wel over de applicatie kan beschikken, maar niet een browser kan openen of andere dingen kan doen die op een standaard virtuele desktop wel kunnen. Nou, het voordeel van cloud technologie is dat het schaalbaar is. Het is on-demand, dus wat je morgen nodig hebt kun je opspinnen en daarna weer afschalen. En daardoor dus ook heel, heel erg kostenefficiënt. En het is een gelaagde oplossing. Het deel van de dienst is eigenlijk desktop as a service. En het deel moet je als organisatie, als instelling zelf doen. Dus, je kiest zelf voor de hoeveelheid VM's. Je kiest zelf welke applicaties. En je bepaalt zelf welke policies er van toepassing zijn. En last but not least, het is ook een hele veilige oplossing, omdat de machines en de VM's en de infrastructuur waar het op draait, standaard niet direct beschikbaar zijn via het internet. Er kan alleen gebruik gemaakt worden van de dienst door in te loggen op een eigenlijk een beveiligde website. Nou, het is toegankelijk voor iedere browser. Is naast bekende applicaties zoals SVS, Visual Studio Code, ook geschikt voor GPU-toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan misschien in de toekomst AutoCAD-toetsen. Die zouden ook op dit platform afgenomen kunnen worden, omdat er ook zware GPU-opties beschikbaar zijn. Ja, kan geïntegreerd worden met beveiligingsstandaarden vanuit Intune. En ook multi-factor authentication en conditional access zijn mogelijk. Als we kijken naar hoe de architectuur eruit ziet, heb ik een plaatje van gemaakt.
Ik probeer vandaag zo functioneel mogelijk hier naar te kijken. Dus ik ga niet een heel technisch verhaal hierover ophangen. En daarom heb ik het in vlakken verdeeld. Dit is de best practice voor een virtual desktop omgeving die, nou, laten we zeggen, groter is dan 30 machines. Wat voor de meeste instellingen het geval zal zijn. Eigenlijk het gedeelte links is, er zijn de spullen, resources die lokaal bij een instelling aanwezig zijn. Dat kunnen Chromebooks zijn, dat kunnen desktops zijn. Dat is, zijn netwerkcomponenten. Dat is een oplossing waarin alle accounts van studenten staan. Dat is een toetsenapplicatie, dat soort zaken. Dan is er eigenlijk een basisinrichting. Een Azure Landing Zone, waarin de basale Azure voorzieningen al gemaakt zijn en aangesloten zijn op de infrastructuur van de instelling. Dan is er een gedeelte bovenaan wat de Windows Virtual Desktop, dat noemen ze de Control Plane. Dat is eigenlijk een SaaS-dienst en wordt beheerd door Azure. Dus ook daar heb je als instelling. En ook wij vanuit SurfCumulus doen daar in principe niets aan. Sterker nog, wij kunnen daar niets aan doen. Dat is echt een service van Azure. Dan het gedeelte rechts onderaan. Dat is het virtual desktop domein. En dat is dus ook waarin we in de proof of concept op hebben gefocust. En hebben gezegd, van, de onderdelen en technische componenten en infrastructuur die daarin zit, willen we on-demand kunnen provisionen en kunnen voorzien van de juiste profielen en applicaties vanuit ons platform. Als je datzelfde plaatje zou bekijken vanuit eigenlijk meer een procesbenadering, dan ziet dat er zo uit. En linksonder hebben we de docent. Die doet een aanvraag voor digitaal toetsen. Dat komt in een intern systeem. En dat kunnen, vaak zijn dat meerdere interne systemen die aan elkaar geknoopt zijn. En dat kan zich voltooien volgens de pre- en post-exam workflow, zoals die bij de meeste mensen hier in de zich ook bekend zullen zijn. Dat resulteert uiteindelijk in een goedgekeurde aanvraag voor een digitale toets. Vervolgens is er een IT-beheerder die gebruik maakt van het SurfCumulus Cloud Management Platform om de onderdelen waar hier groene lijnen naartoe getekend zijn, de Azure Virtual Desktop voorziening, de virtuele machines en de configuratie daarvan in een aantal klikken te bestellen en op te spinnen. En in de demonstratie, wat ik straks ga laten zien, is dus ook het gedeelte, het SurfCumulus CMP en de provisioning. Dus eigenlijk de groene lijnen zijn de componenten die we hebben gemaakt en die dus gebruikt kunnen worden. Ja, en dan hier rechts, dit is echt het Azure domein. Daar zijn standaard een aantal dingen aanwezig. Vanuit die landing zone, de basisinrichting van zo'n Azure-omgeving. Zoals een Active Directory waarin de gebruikers en groepen, dus ook studenten en docenten aanwezig zijn. En vanuit die digitaal toetsomgevingen is er toegang tot bijvoorbeeld TestVision. Of eventueel andere toegestane externe bronnen. En eigenlijk in de opzet, gezien vanuit de student, die vrij centraal in het midden, gaan we ervan uit dat die gebruik kan maken van Chromebooks of van eigen devices. En zolang er een internetverbinding is dat in principe voldoende om van deze oplossing gebruik te maken. Nou, wat zijn dan de benodigdheden? Je hebt een Azure subscription nodig, af te nemen via SurfCumulus. En Azure account met de juiste permissies. Er moet een Azure Active Directory zijn. Die moet voorzien zijn. Als organisatie moet je in bezit zijn van de juiste licenties. Nou, er is een heel scala aan licenties waarbinnen gebruik gemaakt kan worden van
Windows Virtual Desktops. Zonder voor de specifieke machines die aangemaakt worden, nog extra licenties te hoeven kopen. Die kunnen vanuit die licentie kunnen die gebruikt worden. Nou, het moet een domeincontroller zijn. Dit is allemaal vrij technisch, ga ik verder ook niet op in. En er moet een netwerkvoorziening zijn in Azure en tussen de instellingen en Azure om hiervan gebruik te kunnen maken. Dan, hoe wordt het gedeployed? Iemand logt in op het Cloud Management Portal. Het Cloud Management Portal heeft een catalogus. Daarin zitten ARM templates. Dat is echt een mooi woord voor infrastructuur als code. Die vertalen zich naar catalogus items. Die kan een IT-beheerder of misschien zelfs in de toekomst een docent kan die bestellen. In de middel van playbooks kunnen die omgevingen voorzien worden van profielen. En profielen, dat moet je zien als een set van regels, een stuk extra configuratie. Bijvoorbeeld, een student mag wel bij externe website A, maar niet bij externe website B of alleen bij A. En voorzien worden van de juiste applicaties. In de proof concept hebben we de volgende dingen gedaan. We hebben een architectuur bedacht. We hebben die beschreven. We hebben dat ook getest. We hebben die uitgerold vanuit ons managementplatform. We hebben een aantal configuratieprofielen en een aantal applicatieprofielen hebben gebouwd. Het verschil tussen de groene bolletjes en de oranje bolletjes is dat een deel hiervan is nu nog handmatig. Dat betekent dat het nog geen geautomatiseerde keten is. Maar de ingrediënten om dit te doen zijn aanwezig en zijn ontwikkeld. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Ik ga nu een aantal keer wisselen van scherm om echt te laten zien hoe zo'n omgeving aangemaakt kan worden. Hoe dat er vervolgens uitziet voor een IT-beheerder. Maar ook hoe dat er vervolgens uitziet voor een student. Dus ik probeer eigenlijk de verschillende perspectieven te laten zien. Nou, we starten met het Cloud Management Platform. Dit is onze testomgeving. Is geïntegreerd met Server Connect. Zodra instellingen Server Cumulus afnemen en de aanvraag doen voor het CMP, is het mogelijk om hierop in te loggen en gebruik te maken van de functionaliteit die hierin zit. Ik log in. En vervolgens kom ik op mijn dashboard. Ik ga niet alles hier toelichten, maar alleen laten zien wat relevant is. Het belangrijkste onderdeel is de catalogus. In die catalogus zitten eigenlijk alle diensten die door middel van self-servers besteld kunnen worden. En die diensten, wat we hebben gedaan is het gebruik maken en het kunnen beschikken over die diensten op basis van cloud technologie zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Nou, hier staat een catalogus item, een blueprint voor Azure digitaal toetsen. Die kan ik aanklikken en ik kan die hier voorzien van de juiste informatie. En instellingen kunnen dat ook al zelfs zo ver voorbereiden dat ze een aantal dingen al van tevoren invullen. En hierachter zitten ARM templates om vervolgens zo'n omgeving op te spinnen. Nou, het opspinnen van die omgeving duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. Dus dat heb ik al eerder gedaan. Maar op het moment dat dit bestelformulier, wordt gesubmit. En eventueel is goedgekeurd door iemand met de juiste permissies. Er zit een workflow model in dit systeem. Wordt die uitgevoerd op het gekoppelde Azure platform. En dat Azure-platform is dus van de instelling, zoals we dat hebben gekoppeld aan dit platform. Dus dat is niet
onze omgeving, op de Surf-Cumulus omgeving. Maar iedere instelling brengt zijn eigen subscription mee om deze spullen in te deployen. En daarmee is het dus ook, het bereiken ook een hele hoge mate van isolatie. En kan het nooit zo zijn dat het dingen die instelling A doet, impact hebben op dingen die instelling B wil doen. Nou, dus de aanvraag wordt hier gesubmit, wordt vervolgens goedgekeurd. En dan ongeveer 5 tot 10 minuten later in Azure zijn de resources voor een virtuele desktop omgeving zijn aanwezig. Nou, hoe dat er in Azure ziet dat er als volgt uit. Nou, dit is de verkeerde. Ogenblikje. Dit is de Azure inlogpagina en ik log nu als beheerder hierin. Nou, wat ik zie is dat ik kan hier in de Windows Virtual Desktop dienst kan ik zien wat er is aangemaakt. Nou, in dit geval is er zoals dat in, dit is enigszins technisch, maar dit is dan een Windows Virtual Desktop hostpool. En binnen die hostpool bestaan een aantal virtuele machines waarop de studenten worden aangemeld om hun toets te draaien. Nou, dat ziet er dan zo uit. Hier zien we het aantal machines. En we zien dat die machines beschikbaar zijn en dat die aanstaan. Ook wordt er een applicatiegroep aangemaakt. Er zijn twee typen groepen. Eén groep is bedoeld voor definitie van applicaties. En één groep is bedoeld voor eigenlijk het vrijgeven van de mogelijkheid om daadwerkelijk op een virtuele desktop in te loggen. En dat verschil ga ik zo meteen ook nog laten zien hoe dat er dan voor een gebruiker uitziet. En dat zien we ook hier rechts. De ene groep is een remote app groep en de andere is een desktop groep. Nou, in die remote apps groep heb ik een aantal applicaties aangemaakt. In dit geval heb ik gezegd, nou, dus student die toegang heeft tot deze groep mag gebruik maken van Excel, van IBM, van Paint, van RStudio en van Visual Studio Code. En dit is een voorbeeld, maar dit kunnen in principe alle applicaties zijn die draaien op een Windows 10 omgeving. Eigenlijk is het zo eenvoudig zoals wij het hier zien. Vanuit een beheerperspectief. En de onderdelen die we hier dus zien zijn aangemaakt vanuit het Cloud Management platform. Maar wat als we nu zeggen van de omgeving is gedeployed, is beschikbaar. Dan is er eigenlijk nog één additionele stap, namelijk het voorzien van de omgeving van de juiste configuratie. En ook dat kan vanuit het Cloud Management platform. Gaan we weer terug naar het CMP. Hier zien we de omgeving. Even terug naar. Bijvoorbeeld, dit is een van de servers. En als ik zeg, ik wil hier applicaties installeren. In dit geval hebben we dat playbook genoemd. Dan kan ik hier zeggen, nou, op basis van de voorgedefinieerde lijst, RStudio, SPS of Visual Studio Code, kan ik een installatie doen op deze omgeving. En daarmee komt die automatisch beschikbaar op de Windows Virtual Desktop van deze instelling. En ook is het mogelijk hè, om hier het type te veranderen. Dus hè, bijvoorbeeld op basis van
Naar de gewenste workload kan een machine groter gemaakt worden en kan die kleiner worden gemaakt door middel van het resizen van een machine. Dat is eigenlijk het domein van een IT-beheerder of een docent die zo'n omgeving wil aanmaken en wil voorzien van de juiste applicaties en configuratie. Nou, hoe ziet dat er dan uit voor een student? Dat is eigenlijk het laatste onderdeel van wat ik wil laten zien. Een student werkt vanaf een standaard omgeving van de standaard werkplek van de instelling, maar kan ook vanuit huis inloggen op de Windows Virtual Desktop URL. Dat is altijd een vaste URL en is dus ook niet specifiek per instelling. Ik ga heel eventjes wisselen van scherm. Student zal altijd gevraagd worden om in te loggen. En als de basisopzet tussen de instelling en de Azure-omgeving in orde is en die accounts bekend zijn op Azure, of die studenten bekend zijn op Azure, of er verschillende manieren zijn om dat, voor zijn om dat te regelen, kan de student hier inloggen met zijn of haar instellingsaccount. In dit geval gebruik ik een demonstratieaccount. Dit is hoe de virtuele desktop-omgeving, of eigenlijk de startpagina daarvan eruit ziet. De student heeft op basis van hoe dat is ingericht de keuze om direct een aantal applicaties te starten of om naar een virtuele desktop te gaan, waarmee je echt een desktop in een browser ervaring krijgt. Ik laat eerst zien hoe het eruit ziet om bijvoorbeeld een losse applicatie te starten. Stel dat we Visual Studio willen draaien als student, of nodig hebben om een toets te maken, dan kan dat op deze manier. Hier wordt mij nu nogmaals gevraagd om in te loggen. En dat komt omdat ik als gebruiker niet ben ingelogd in een domein. Het is mogelijk voor instellingen om hier single sign-on te doen. Wanneer er gewerkt wordt op werkplekken of met accounts die bekend zijn binnen dit domein. Nou, hier zie je dat binnen de browser echt de volledige applicatie beschikbaar is en er een desktop ervaring ontstaat voor de student. Het is ook mogelijk om hier bestanden vanaf het filesysteem in te laden, te openen en ook om bestanden op te slaan, bijvoorbeeld om ze later in te leveren of later door de docent op te halen. En dit is een hele mooie manier om te zorgen dat echt alleen die applicatie zonder bijvoorbeeld internettoegang of andere opties beschikbaar zijn voor een toets. Andere optie via Windows Virtual Desktop is om, de naam zegt het al, een volledige virtuele desktop te starten. En dat kan op deze manier. Oké, hier moet ik eerst inloggen. En vervolgens krijg ik een virtuele desktop. En zoals je die ook kent, eigenlijk vanaf een normale Windows 10 laptop of desktop. Inclusief alle mogelijkheden. Normaliter kunnen er men zegt tot maximaal 30 sessies per host gedraaid worden. Dit is eigenlijk ook de enige plek waar een Windows 10 multisessie machine beschikbaar is. Die is speciaal voor dit doel
is die ontwikkeld en beschikbaar gesteld. Nou, en hier heeft de student eigenlijk volledige mogelijkheid om applicaties te starten, om bestanden te openen, op te slaan, om bijvoorbeeld TestVision te openen en daarop in te loggen. En ja, dit speelt zich volledig af in de browser. Ook is het mogelijk om dit te combineren met proctoring. Dus desktops kunnen opgenomen worden. En dat is echt iets wat je als instelling heel specifiek wil bepalen. En misschien ook per toets wil kunnen instellen wat er wel en niet gewenst is. En wat een gebruiker hier wel en niet zou mogen doen. Mag ik een vraag stellen? Dat mag zeker. Hebben jullie dit getest ook met de Secure Exam Browser? De Secure Exam Browser, heb je die getest in die multisession? Want wij hadden daar geloof ik issues mee. Dat die dus niet werkte zodra dat je meer dan twee sessies tegelijk draaide. Dan crashte de browser. En wij hebben die Secure Exam Browser nodig om op Cirrus in te kunnen loggen voor toetsen. Dus om de verbinding met de toetsplatform veilig te houden. Nee, we hebben het niet getest. Ik heb hiervoor eens gekeken naar de performance van Chrome en van Edge. Maar niet de Secure Exam browser. Dus ik kan daar inderdaad ook niks over zeggen. Is inderdaad wel iets waar we naar zouden kunnen kijken. Dus ik maak daar even een aantekening van. Dat is eigenlijk het perspectief van een student. En nu als ik terugkijk op wat we hebben gedaan en wat de mogelijkheden zijn en waar we nu staan, kan ik daar eigenlijk een aantal dingen over zeggen. Als we vanuit SurfCumulus daar naar kijken, kan ik stellen dat er vanuit SurfCumulus in ieder geval de benodigde ingrediënten aanwezig zijn. Dus we hebben een heel mooi aanbod met verschillende clouddiensten. We hebben een cloud management platform wat heel goed kan dienen als managementlaag voor orchestratie van dit soort omgevingen en van de cloud infrastructuur. Azure Virtual Desktops is bijzonder geschikt voor digitaal toetsen, omdat het heel mooi past in dat gelaagde model. Er verschillende leveringsvormen zijn voor losse applicaties, die remote apps of een volledige omgeving, omdat het schaalbaar is. Dus het is een soort seizoensarbeid eigenlijk. Soms is het heel druk, soms is het heel rustig. En je betaalt alleen voor wat je daadwerkelijk gebruikt. Uitdaging is wel onder andere om dit aan te sluiten op de diversiteit van systemen en diversiteit in werkwijze binnen instellingen. Ik zie bij instellingen vaak een eigen proces of een vergelijkbaar proces wat toch op onderdelen anders is. En ook veel wensen en eisen ten aanzien van de techniek zijn daarmee anders. Authenticatie van studenten en single sign-on kan een uitdaging zijn. Instelling moet al beschikken over een Azure Landing Zone. Ook daarin kunnen wij helpen, maar dat vraagt wel een investering vooraf. En ook de kennis die daarbij hoort, die dient van tevoren opgebouwd te worden. In dit model is er ook, als het gaat om support en als er problemen zijn en issues zijn, moeten er wel mensen zijn die daar iets mee kunnen doen. En is eigenlijk nu de vraag, we hebben dit laten zien. We hebben laten zien wat er kan, wat de stand is van de techniek op dit moment. En is eigenlijk de vervolgvraag, wat sluit nou het beste aan bij de behoeften van de instellingen? Is dat echt een bouwstenen aanpak, een bouwstenen oplossing, zoals ik die eigenlijk nu heb laten zien, waarbij je een deel van het geheel vanuit het cloud management platform kan aanmaken en kan bestellen als het ware? Of is er juist meer behoefte aan een full service oplossing, waarbij we een koppelvlak bieden. Of misschien iets wat daar tussenin zit. Willen instellingen zelf support doen? Willen ze dat uitbesteden?
kunnen wij hier in de toekomst misschien iets levensvatbaars van maken.